Ja, Bart Vriens, komende zondag Utrecht uit. Kan je beginnen te vertellen, wat heb jij met Utrecht, met die club? Ik heb 10 jaar in de jeugdopleiding bij Utrecht gespeeld. Ik kom daar uit de buurt, dus ik heb er nog wel wat warme banden mee natuurlijk. Maar dat is inmiddels ook alweer vier jaar geleden, dus ja, moet het ook niet te belangrijk maken. Ook op de Bunningside gestaan? Nee, zover ging het niet. Nee. Als kleine jongen natuurlijk wel tientallen wedstrijden van die ploeg gezien. In mijn jongste jeugd, maar de Bunningside heb ik links laten liggen. Wat verwacht je dat jullie daar kunnen tewerkstelligen? Want het draait niet heel erg bij Utrecht. Ze zijn heel erg wisselvallig, met name in de competitie. Zijn er mogelijkheden voor 3 punten? Ja, tuurlijk liggen die er. Kijk, ondanks dat Utrecht niet een geweldige seizoenstart heeft, heeft het gewoon een uitgebalanceerde selectie. En waar wij ons tegen moeten wapenen. Nou ja, wij zijn best in redelijke doen. Spelen volgens een duidelijk stramien. En als we dat zondag ook weer goed uitvoeren, dan zal er altijd een kans zijn. Dus daar gaan we zeker voor. Ook jullie hebben een brede selectie. En afgelopen week in de beker hebben wat spelers minuten kunnen maken. Onder andere jij. Hoe kijk je terug op je 90 minuten tegen FC Dordrecht? Nou, ik ben blij dat ik ze in de benen heb. Het was gewoon prima eerste helft van ons. De tweede helft was een stuk minder. Maar ja, de slag was al geslagen eigenlijk. We zijn een ronde verder. Ik heb 90 minuten in de benen. We staan er weer goed op als team. Dus al met al best een bevredigende dag. Maar dit smaakt naar meer. Jij wil natuurlijk ook de minuten gaan maken in de Eredivisie, liefst als basisspeler. Ben je daar ver van weg? Nou ja, kijk, de ploeg doet het gewoon goed. Dat moet gezegd worden, maar ik zelf sta er denk ik ook goed op. Een paar keer ingevallen, een aantal oefenwedstrijden en die wedstrijd van woensdag erbij maakt dat ik voel dat ik er klaar voor ben. En zodra die mogelijkheid komt, zorg ik ervoor dat de kans van slagen zo groot mogelijk is. Ja, de reden dat je niet speelt heeft ongetwijfeld mee te maken dat je echt met een valse start hier bij Sparta begon met een blessure. Thomas Verhaar had dat ook, hè? Langzamerhand heeft Verhaar zich nu in het elftal geknokt. Zie jij zo'nzelfde traject voor jezelf weggelegd? Ja, in het ideale scenario natuurlijk wel. Ik wil een belangrijke bijdrage leveren hier bij Sparta. Het liefst zo snel mogelijk. Dus dat mag duidelijk zijn. De weg die Thomas heeft afgelegd, die zou ik ook prettig vinden. Maar goed, als het op een andere manier gaat, dan komt het wel. Het is wat mij betreft hopelijk een kwestie van tijd. En ik werk er hard aan, ik leer hier elke dag bij en het gaat volgens mij de goede kant op. Maar knaagt het niet aan je, want je bent altijd gewend in de basis te staan. En ja, je kiest niet voor niets voor een avontuur hier, terwijl je natuurlijk ook gewoon in Deventer je contact had kunnen verlengen. Kortom, je komt hier niet voor de bank. Nou ja, dat was een weloverwogen beslissing. Ik was toe om wat nieuws en daar komt een risico bij kijken dat je jezelf in de basis moet knokken. Maar dat is iets wat ik nog niet eerder heb meegemaakt, moet ik zeggen. Dus dat knaagt af en toe, maar het is ook gewoon een perfect leermoment. En ik denk als je een paar maanden verder kijkt en het is de goede kant op gegaan, dan kan ik er heel tevreden op terugkijken en was het leerzaam. En soms moet je even door de zure appel heen bijten. Ja, ik hoor vaak het woord leren en je zegt ook ik leer hier veel. Heeft dat toch mee te maken met Pastoor die onbekend staat dat hij gewoon eigenlijk een goede coach is? Dat heeft er zeker mee te maken. We trainen iedere dag op een hoog niveau. Er wordt heel professioneel gewerkt. Kijken beelden terug. Er zit tempo in het spel. Er wordt aan details geschraafd, ook aan mijn spel. Ik heb dan een hoop wedstrijden bij Go Ahead gespeeld, maar dat wil niet zeggen dat ik het allemaal heb uitgevonden. Dus de aanwijzingen die ik krijg, die neem ik in me op. En daarmee schaaf ik ook aan mijn eigen spel. En dat wordt, denk ik, langzamerhand een stukje beter. Tot slot, de bekerloting heeft uitgewezen dat jullie PSV thuis ontvangen. Heerlijk affiche voor ons. Ja, denken de spelers daar ook zo over? Of hadden jullie toch echt liever, noem maar eens een ploeg, Spakenburg gehad? Nou, ik zelf heb het niet zo met uitwedstrijden bij amateurclubs op kunstgrasvelden. Dat voel ik nooit zo prettig. Altijd met de horten en stoten gaat het dan hopelijk goed. PSV is gewoon een mooi affiche. Kijk, als je in de beker ver wil komen, zul je altijd grote tegenstanders moeten verslaan. En als het in de tweede ronde kan hier thuis, dan is dat mooi. Dus ik kijk er eigenlijk alleen maar naar uit.